Hallo mensen, leuk jullie... Wauw, die ging lekker. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Livar Amor. Vandaag ga ik op pad met Zulu. Dat is echt lang geleden. Maar ja, om eerlijk te zijn, soms vind ik dingen gewoon niet zo leuk. Maar vinden jullie het wel leuk, dus dan doe ik het uiteraard wel gewoon voor jullie. Hij zweeft op dit moment en dan blijft er nog aan staan. Ik weet niet hoe dat komt. De deuren gaan nog niet open. Ja, oh, daar is hij weer. Ja hoor. Nou, we gaan maar anders meteen op pad. En eens kijken wat de melding ons vandaag gaan brengen. Nou, we moeten echt weer gaan filteren, zeg maar. En hier is het zo'n vliegtuigraad te doen. Hier gaat het gewoon overal heen en weer. We kunnen crossen, om maar zo te noemen. En we gaan gewoon, zoals ik wel eens vaker doe, gewoon meeluisteren. Die kan ik aanhebben. En die neem ik ook aan. Er rijdt iemand met een vuurwapen over het vliegveld. Camera gaat aan. En wat ik dan moet gaan doen, of kan gaan doen, op het moment dat ik erboven vlieg, dan join ik. En dan kan ik via hier eenheden op de grond gaan aanroepen om daar naartoe te gaan. Natuurlijk de Kamar, maar wat je zult zien is dat er politie uit is gaan komen. Wat ik ga instellen, even over. Shift Q. Pakken maar jongens. Gewoon pakken, een gevaarlijke verdachte. Het is hier één persoon in het voertuig. Ja, wordt bevestigd. Eén persoon in het voertuig. Of iemand moet koudbloedig zijn. En dan gaan we hem even hoog houden. En volgen. Snelheid is 40 km per uur, draait om. Er wordt klem gezet. Nee, bijna klem gezet. Nee, jullie maken gewoon een opening voor hem. Vliegverkeer mag hopelijk, of ligt hopelijk stil, mag ik hopen. Want anders vliegt er dadelijk een A380 of zo tegen ons op. Pak hem vriend. Ja, lekker gepit. We dachten hij rijdt verder. Laat er nou maar een Audi'tje bij komen jongens. Snelheid is niet hoog, ik denk nog steeds 40. Ja, 40 nog steeds. Maar de collega's houden het toch ook in. Kom op jongens. Weet je trouwens dat die dingen verkeerd omstaan? Want je stapt altijd aan de linkerkant van een vliegtuig in. Details min 1 jongens. Nee, geintje. Maar aan deze kant stap je geloof ik niet in, dat kan ik niet. Maar het viel me nu net echt op. Even naar mijn schaduw kijken. Ik weet gewoon niet waar mijn schaduw is. Maar dan weet je ongeveer hoe mijn heli hangt. Nou, nu zo, oké. Okay. Nou, eentje erbij dan maar. Ja, die komt van voren, een Touran. Hondengeleider zo te zien. Zo, wat een manoeuvre. We zijn nog met 4 eenheden achter, kom op. Ja, voertuig geramd.
bochtje maken. Wordt er gelijk om te draaien. Er zit nog niemand bij met zijn... Oh, die wordt ook geramd. Uitstappen jongen, uitstappen, kom op. Pak hem dan, nu staat hij stil. BTGV, ja, collega's starten BTGV. Nee, stappen we erin. En ze laten... Hoe kom jij nou daar weer? Ja, nu zit je opeens tegen het hek aan. Ik ga het AT ter plaatse laten komen. Want, of ja, BSB. Hij zit tenslotte op het vliegveld. En met een wapen, dus ja, dat is gewoon een terreurdreiging, vind ik. Dus AT, BSB, noem maar op, DSI in ieder geval is onderweg. Of die is er al. Zag een Audi RS6. Kom op, nu pakken. Nee, ze doen wederom gewoon helemaal niks. Ik geloof dat ze elkaar aanrijden, wat ik zo hoor. Nog maar een eentje bijna stop ik, want anders worden het te veel voertuigen die ik inspan. Kom op jongens, ik had het al lang opgelost. Ik heb hem toch op full out aggressive gezet. Ik ga dat dan eens laten zien dat jullie dat ook kunnen. Ja, goed, Turan. Neem eens wat, onderneem eens wat. De Audi's denken maar, weet je wat, laat ze maar. Onze Audi's zijn te mooi om nog om ermee te gaan rammen. Laat Turan maar doen. Vriend, ik land hem dadelijk gewoon en ik schiet mezelf neer hoor. Kom op, beetje rammen. De rest snapt dat niet. Hoppa, ram nog maar een keer kofferbakje open en de slip. Nog een keer rammen. Ja, bijna goed zo man. Zo is de hele video één achtervolging. Gaan we niet doen hè jongens, kom op hè. Ja, lekker. Turan knal alleen tegen een gebouw aan. Audi RS6, verliescontrole. Vito, jij bent aan de beurt. Ja, lekker Vito. We gaan het vliegveld zo meteen af. Als die poort nou maar niet open gaat. Vriend! Oké. Ja, Sam klem, klem, kom op. Collega, doe jij dan nog? Ik zie daar iemand staan van de collega's. Verdachte uit het zicht. Ja, verdachte weer in het zicht. Hier staat eigenlijk een verkeerstoor, geloof ik. Ja, Turan is flink beschadigd hoor. Ze rammen elkaar inmiddels ook. Lekker jongens. Ja. Oei, 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 jongens, kom op, hè. Pak hem. Komt de Vito, daar komt de Vito. Nee hoor.
Ja, oh, ik knal tegen een paal. Ja, verdachte stap uit, verdachte stap uit. Ik ben een beetje de controle over mijn Zulu kwijt aan het raken. Oké, ik moet even Ctrl U. Zo. Verdachte aanrijden denk ik. Ja, verdachte aanrijden, alles onder controle. Top werk, kids. And, kan dat? Nee. Het is alweer bijna avond, joh. Een beetje mistig aan het worden daarachter. Kan kijken of ik hem aannemen. En dan bedoel ik om daar boven te hangen, daar de eenheid naartoe laten gaan en dan de mevrouw of meneer laten aanhouden. Ja ja. Dan moet je wel weten wat het is. Het is boven hangen, dan kan ik kijken. Om te zien. Als ik zo'n beeld zie. Daar zo. Ik zie niet echt iets waarvan ik denk dit kan het wel eens zijn. Dan moet het hier zo zijn. Ja, die kan wel zijn, ja dat is. Dus gaan we dan eentje deze kant op laten komen. Eén collega vraagt om assistentie. Ja, nog eens kijken. Ja, hij is bezig met de pinautomaten. Het waait een beetje hard. Nee, collega's gaan er langs. Ja, het was een beetje een gok of het zou gaan. Maar ik dacht misschien als de collega's hier ter plaatse komt dat die ook al wegrent voor hun. Maar dat doet hij niet. Dat betekent dat ik de melding ga afronden. En ja, dan gaan we door voor andere incidenten. Ja, ik vlieg natuurlijk vrij laag. Normaal vlieg je niet zo laag met een Zulu, maar nu moet dat even in verband met ja, de camera en zo. Achtervolging van een militair voertuig. En die is daaronder. En dat betreft een vrachtwagen van de militair van de legerbasis ofzo. Eens kijken, er zitten twee personen. Nou, één. Eén persoon in het voertuig. Zulu, Zulu heeft zich aangesloten bij de achtervolging. Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Eén persoon zit, één collega zit er al voor. Eén collega vraagt om assistentie. Wacht, ik ga de steegje in. Keerplaats over. Keerplaats af. En we zitten weer op de weg.
drie eenheden zitten ze erachteraan. Als het weer zo lang gaat duren als ze net, dan ja. Dan gaat dat nog wel even duren. Rijd door tegen een boom, ja nu kan hij bijna geen kant op. Uitstappen jongens, uitstappen. Uitstappen, ja pak hem. Ga er achteraan, hopelijk stapt hij uit. Lijkt niet uit te stappen. Nee, hij rijdt over een auto heen. Kan nog een Audi, wordt geramd, vol geramd. Audi rijdt verder, voertuig rijdt over de stoep, gaat weer over de straat. We gaan rechtdoor richting ziekenhuis. Het voertuig wordt geramd door een Audi. Ik denk dat je zelf meer schade aandoet dan, dan het voertuig zelf. Oh, collega's rammen elkaar. Het voertuig wordt geramd door een Vito. Rechtsaf. Oh, collega's verongelukken weer. Een eindje bij jongens. Ja, voertuig lijkt te zijn gepit. Ik was even niet aan het opletten. Maar rijdt voor... Oh! Nee, dat gaat lekker allemaal dit. Ja, ja, hij staat bijna stil jongens. Kom op, hé. Uitstappen. En hem pakken. Maar daar zijn ze alweer te laat mee. Misschien moeten we met de verdachte gaan praten. Dat als ze zich niet overgeeft aan ons, dat de militairen zich ermee gaan bemoeien. Want die zullen vast een voertuig terug willen hebben. En de vraag is, en we zijn bij de laatste melding van vandaag. Een achtervolging te voet zou hier bezig zijn. Dat is verhoord. Ik zie alleen niks. Oh ja, daar zag ik wel iets inderdaad. Een verdachte in het zicht. Even kijken hoeveel verdachten we hebben. We hebben meerdere verdachten, of één verdachte, excuses. Hij gaat weer de andere kant op. Betreft een mevrouw. Blauwe spijkerbroek, blauw topje met blauwe strepen horizontaal. Zwart haar lijkt Chinees te zijn. Ik moet even omhoog gaan en backup vragen. Nou, dat bedoel ik niet. Zullen vliegt erboven, gaat steegje in, ik zie de blauwe zwaarlichtal van de collega's. Lijkt hier dood te lopen jongens. Vrouw gaat ergens in, nee, gaat weer. Collega's zitten erbij. Collega's achtervolgen mevrouw te voet, lopen duidelijk in. Achter een trailer. Onder elektriciteitsmast en verdachte aangehouden zonder enig verzet. En we knallen tegen dat ding aan. Toch niet? Bijna wel. Verdachte aangehouden. Goed, wat ik ga doen. Ik ga dit ding uitzetten. Ik ga terug naar Schiphol of Rotterdam of hoe je het maar wilt noemen. Het vliegveld hier. En ik ga de dienst beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ja, ondanks dat we maar 3 meldingen hebben gedaan, meen ik. Waarvan er eentje crashte en de andere gewoon echt heel lang duurde. Maar goed, ja dat kan ook wel eens vind ik. Ik ga hem dadelijk mooi landen en dan, ja, dan zit de video erop. Wil je nu al stoppen met kijken, snap het natuurlijk goed. Nogmaals bedankt voor het kijken en jullie over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd.
Wauw, mooi geland. Voor de mensen die nog steeds kijken, laat even in de reacties weten wat je van mijn supermooie landing vond. En ja, doei.